VHP-parlementariër Rajender Debi heeft gisteren in de Nationale Assemblee aandacht gevraagd voor het besluit van de KLM om vrachtvervoer per 1 februari stop te zetten op de route Amsterdam-Paramaribo. Tot nu toe voert KLM wekelijks 4 vluchten uit op deze route. Debi uitte gisteren zijn bezorgdheid over de weerslag die dit besluit kan hebben op de Surinaamse economie. Het is vooral de landbouwsector die zwaar zal worden getroffen. Wel, de export van groenten en fruit naar Nederland komt hierdoor weg te vallen, voorzitter. Het uitvallen van deze afzetmarkt gaat enorme consequenties hebben voor de landbouwers en exporteurs. De landbouwers die thans met dure inputs moeten produceren, zullen door verlies van deze afzetmarkt grote verliezen leiden. In deze moeilijke tijd met als gevolg dat velen de sector rug zullen toekeren. Voorzitter, kan de minister van TCT, als het kan vandaag nog uw college, omstandig en mogelijk informeren wat er aan de hand is. Waarop is dit besluit van de KLM gebaseerd? Voorzitter, het is zeer urgent. De NV Luchthavenbeheer is niet op de hoogte gesteld van het besluit van de KLM, terwijl deze informatie wel is doorgecommuniceerd met vrachtvervoerders. De organisatie heeft gisteren schriftelijk opheldering gevraagd van de KLM.